Dag mijn lieve soul searchers, mijn naam is Barbara en ik ga nu een reading doen voor de maand november voor onze lieve leeuwen. Dit zijn algemene readings, dus dat kan dat het niet voor iedereen past. Past het wel, neem het alsjeblieft mee. Past het niet, probeer het dan ook niet passend te maken. Maar kijk dan eerder naar jouw sterrenbeeld, wat in je maan, jouw Venus of je ascendent staat. Dan krijg je een beter beeld van welke planeet voor jou van belang is. Je mag mij een e-mailtje sturen. Ik zal de informatie hier beneden toevoegen. Als jij graag zo'n geboortechart wilt ontvangen met alle planeten die voor jou van toepassing zijn. Daarvoor heb ik nodig jouw geboortedatum, je geboorteuur. En, hoppakee, en je geboorteplaats. Eens even zien. Ik heb hier al drie orakelkaarten die een beetje de algemene energie voor de komende maand zullen weergeven. Vaak geeft dat een beetje de rode draad van de tarotkaarten die daarna komen. We hebben zuivering, water, emotionele schoonmaak en verjonging. Dat water een hele zuiverende functie heeft, dat wisten we. Maar het is precies nu de boodschap dat we daar iets mee moeten gaan doen. Emotionele schoonmaak. Zal ze meteen eens even zien. We hebben mededogen. Laat de oordelen los over jezelf en over anderen. En richt je aandacht op de liefde en het licht dat in ieder mens aanwezig is. Heel mooi. En mirakels. Oké. Het belooft een mooie maand te worden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar dat. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd naar allemaal. Maar ik ga beginnen met dat mededogen. Ik denk dat dat spreekt mij in ieder geval heel erg aan. Kuan Yin. Nummer 76. Samen 13. Samen 4. Vriendelijkheid is de kracht achter de ware macht. Het is natuurlijk het natuurlijke gevolg van jezelf voeden met de juiste voedzame woorden, gedachten, intenties en natuurlijk ook met allerlei vormen van letterlijk voedsel. Behoed jezelf van hardheid door de uitgesproken intentie alleen vriendelijke levenslessen en relaties aan te trekken. Transformeer eventuele hardheid in vriendelijkheid door te weigeren iets anders te zien dan het licht dat schijnt in elk mens en elke situatie. Deze intentie begint in een relatie met jezelf. Wees vriendelijk tegenover jezelf op allerlei manieren. Wees gelukkig, wees aardig, maar vooral wees eerlijk tegenover jezelf. De verschillende betekenissen geef schuldgevoelens en schaamte over in handen van de hemel, zodat je kunt genezen en kunnen worden omgezet. Oké. Denk positief over jezelf en over anderen. Vermijd roddelen, kwaadspraak over jezelf en anderen. Vergeef jezelf of iemand anders. Laat je neiging tot perfectionisme los. Ja, voor mij is deze boodschap in ieder geval erg welkom. Want ja, ik ben leeuw. Heel veel in leeuw. Ik heb ook mijn maan in leeuw. En heel veel leeuw. En dit is natuurlijk voor mij kei spannend. Ik veroordeel mezelf soms erover. Ik vraag me af wat ik hier in godsnaam op YouTube aan het doen ben. Ik ben bang van de mening van anderen. Dus proberen los te laten zou een hele fijne zijn. En dan ben ik voornamelijk benieuwd naar de mirakels die dan komen. Wat is dat? 48, samen 12. Samen 3. De uitdagingen waarmee u nu wordt geconfronteerd zijn cruciaal voor uw toekomstig succes. Soms staan de dingen op hun kop, zodat er nieuw perspectief zichtbaar is. Een cyclus eindigt en een nieuw begint. Het is een nieuw begin dat ontvouwt zich in een mirakel. U verdient namelijk om te zijn en te hebben wat uw ziel verlangt. Het leven is een mirakel en elk moment is een zegening. Soms is één moment alles wat er nodig is om de zaken ten goede te veranderen. We gaan eens even zien wat de tarot hier verder over te vertellen heeft. Ik zal drie kaarten nemen. De eerste is jullie energie op dit moment. De tweede is de challenge. De derde is het advies.
En de vierde is de uitkomst, mocht je dat advies nemen. Wat moeten onze leeuwen weten? Oké, nog een advies alsjeblieft, dank u. En de uitkomst, ja maar ja. Ik zal ze alle twee nemen zeker. Oké. Onderop het dek hebben wij de 8 van kelken. De 8 van kelken is iemand die een situatie verlaat. Die heeft 8 kelken. Die gevuld, die goed zijn, die prettig zijn. Maar die hem precies niet de voldoening geven die hij zoekt, wenst. En gaat dus op zoek naar de 9e cup. Dus ik weet niet of... Afhankelijk waar... we het hierover gaan hebben. Dat kan zijn dat je uit een relatie bent gestapt. Dat je je jobsituatie achter hebt gelaten om iets nieuws, een andere weg, een ander pad op te gaan. Je hebt een situatie achtergelaten en je bent op zoek naar iets nieuws. In de huidige situatie hebben we de 7 van pentakels. De 7 van pentakels is iemand die de zaadjes geplant heeft, die het werk heeft gedaan. En nu een beetje aan het afwachten is of het ook groeit, of het bloeit, of het... hij is het ook aan het analyseren, strategie aan het bepalen. Gaat dit de vruchten werpen die ik wens? Ben ik met het juiste bezig? Dus het is een analyserende, het is geen actiekaart. Want je neemt even pauze, je stopt met ploegen en zwoegen. En je kijkt even op een afstand van, goh, is dit het? Gaat dit de juiste kant op? Ben ik goed bezig? Wat is die 7 van pentakels alsjeblieft voor onze lieve leeuwen? Wat zijn we aan het... analyseren en strategie aan het bepalen. Nou, is dit sowieso wel een hele evaluerende fase. We hebben Mercurius retrograd, wat absoluut gaat over het herzien van relaties, zowel op liefdesfront als iedere vorm van relatie eigenlijk met mensen. Dus dat kan ook op werkgebied zijn. We zijn dat precies allemaal een beetje in de balans aan het gooien. Om te ontdekken wat ons niet meer dient en dat een beetje achter ons te laten. Dus dat is eigenlijk gewoon globaal, wereldlijk zijn we daar vaak nu massaal mee bezig. Of in ieder geval, het is het juiste moment om dat te doen. Ja, ik mag er nog eentje. We hebben al de koningin van pentakels. Aarde-energie. Dat is iemand, dat is de, ik vind dat vaak zo'n soort moederfiguur. Dat is iemand die verzorgend is, liefdevol is. Die draagt ook die pentakel alsof het er kind is. Dit is ook de kaart van zelfliefde, zelfzorg, zorgen voor jezelf. Mag ik nog één kaart alsjeblieft voor de 7 van pentakels? Nog één kaart voor de 7 van pentakels, alsjeblieft, voor onze lieve leeuwen. Voor november 2020, die wouden we eruit komen, maar toch niet. Dank u. En het rad van fortuin. Kijk, en dat verklaart dus inderdaad van alles. Dus er is een grote verandering, of je bent een grote verandering aan het contempleren. Je bent dan wel plannen maken, strategieën aan het bepalen om een nieuwe weg in te gaan en een grote verandering in je leven in te brengen. Iets wat veel meer bij jou past, wat veel liefdevoller is voor jezelf. Want tot nu toe, ja, of je ziet het niet, dit is de 10 van staven waarbij je eigenlijk... Je gaat vooruit, maar je ziet niet precies naar welke kant. Want je hebt heel veel lasten, heel veel kopzorgen, heel veel
moeilijkheden om vooruit te komen. Het is precies belastend, zwaar. En met 10 staven voor je neus zie je het ook niet welke kant vandaar het pauzemoment. Welke kant wil jij op? Maar je bent precies wel heel erg bereid om een grote kanteling te maken. Het Rad van Fortuin is echt wel een hele grote verandering. Het kan je levensdoel vinden, zijn. Volledig totaal nieuwe richting in je leven. Een nieuwe relatie. Of het einde van een vorige relatie. Vooral die belastend en zwaar was. Krijg met zoveel pentakels krijg ik een beetje het gevoel dat het hier meer over materiële zaken hebben. Je financiën, je geld, je werk. De materiële wereld. Maar we gaan het even zien. Dus ik krijg precies eerder het gevoel dat je een grote verandering op werkvlak aan het bedenken bent. In de uitdaging hebben we de koning van pentakels. De ultieme pentakel, de ultieme materiële abundance, hoe zeg je dat, overvloed. Hij heeft het allemaal. Het groeit tot aan op zijn kleren, zoveel dat het groeit. Dat is iemand die financieel dus inderdaad alles heeft. Het is vaak iemand die hoog in de sociale ladder zit. Dus of dan wel een zelfstandige, of dan wel manager, of hoge functie. Maar dat is precies jouw challenge. Wil je als zelfstandige, wil je je eigen bedrijf? Wat is, wat is die koning van pentakels alsjeblieft? We hebben de hoogpriester, stierenergie. Er is veel aarde, veel stieren aanwezig. Maagd. Wat is die koning van pentakels? Temperance, de matigheid. Mag ik nog één kaart alsjeblieft voor de koning van pentakels? In de challenge positie van onze lieve leeuwen. Voor november 2020. Wat moeten we onze leeuwen nog meer weten? Wat is die uitdaging? Oeh, daar gaan we mee doen. Nog één kaart. Ja, twee komen er iedere keer heel vlotjes. Maar de derde heeft... precies vindt het universum dat jullie twee kaarten gewoon genoeg... Ja. Ik vind dat nog steeds te veel hoor, lieve schatten. Maar goed, de Empress, de keizerin. En daar zijn we. De ridder van staven, wat leeuwenergie is. Iemand die vooruit gaat. Iemand die durft te ondernemen. Die zijn passie achtervolgt. Met de hoogpriester krijg ik een beetje het gevoel dat is een beetje alles wat met officiële instanties te maken heeft. Stabiele, langdurige relaties. Kan op heel veel fronten zijn natuurlijk. Maar met deze kaart, de tekening zeg maar op de kaart, de scriptie, krijg ik een beetje het gevoel van je moet... Je gevoel volgen, je moet je intuïtie, de hoogpriester is heel intuïtief. Jij weet het wel. Dan hebben we de gematigdheid, balans. Je bent precies op zoek naar een evenwicht tussen wat je hoofd, je intuïtie ook wel, je hogere zelf. Je probeert te vertellen. En je ratio. Maar je wilt vooruit, je wilt ondernemen of je vindt het moeilijk om dat te doen. En we hebben de Empress, de keizerin. Wat ook hier een hele onafhankelijke, sterke, liefdevolle... Ik bedoel, de keizerin die heeft het absoluut allemaal. En de koning, ik bedoel, dit zijn niet de minste kaarten. Dus de challenge is echt wel
om jezelf beter in te schatten. Niet zo kritisch te oordelen over jezelf, want je bent precies veel meer waard. Ik bedoel, tussen de priester en de hoogpriester en de keizerin en de koning van pentakels. Terwijl hier zit je erbij als een boer. Hier ben je uitdaging is om de koning te zijn, om step up, om je ware kracht in te zien misschien. En daarvoor durven te gaan. Want met die ridder van staven, die gaat ervoor. Die gaat achter zijn passie aan, die neemt actie, die plant het. Maar gezien het hier nu in je uitdaging terechtkomt, heb je precies moeilijk om van ideeën in die afwachtende fase te zitten tot daadwerkelijke actie, plannen, vooruit gaan. En de keizerin te zijn. Man of vrouw maakt niet uit. Je kunt als man ook keizerin zijn. Dat is gewoon dat je wel ook heel erg in contact bent met de vrouwelijke kant in jou. Die hebben wij allemaal. En om daarin een balans te vinden. In het advies heb jij de drie van zwaarden, wat een heel raar kaart is als advies. Want de drie van zwaarden is pijn, is verdriet, het is het einde van een relatie. Soms kan het zijn. Het kan hier natuurlijk over liefde gaan, maar wat is die drie van zwaarden alsjeblieft? Yep. De aas van kelken, my. Emoties. Ik krijg ineens emotionele zuivering. Dat misschien pijnlijk is. Wat is die drie van zwaarden alsjeblieft voor onze lieve leeuwen? Dank u. Haha, ja hoor. Altijd mooi die kaarten uitpakken. We hebben de strength, de kracht. Dit is onze kaart, dit zijn wij, dit is moed, dit is kracht, dit is lef, durf, ervoor gaan. Met de aas van kelken, dat kan nieuwe liefde zijn. Dat kan het vloeien van emoties zijn. Wat dus inderdaad, dat gevoel krijg ik er een beetje bij met deze, van misschien diep in jezelf kijken, jouw kracht vinden. Maar voordat je dat vindt, moet je emotioneel zuiveren. Moet je al die negatieve gevoelens, gedachtes en patronen die jouw pijn veroorzaken en jou eigenlijk volledig blokkeren en daardoor niet in jouw kracht staan. Want dan hebben wij the emperor, de keizer. Dus we hebben hier al het magische, ultieme koppel. Wat hier voorkomt, dus dat is, ja, het kan zijn dat jij natuurlijk beide bent, dat je dat moet inzien. Ja, hoe langer hoe meer lijkt het ook nog steeds over liefde te kunnen gaan. Het is door die orakelkaart dat ik me meer inderdaad een soort van persoonlijke ontwikkelingsproces aanvoel. Maar misschien is de miracle wel dat er liefde aankomt. Dat je uit een situatie bent gelopen met iemand. Kan stier, ram, steenbok energie zijn. Een grote verandering heb aangebracht en bent vertrokken. Waardoor je nu inderdaad even op liefdesgebied in ieder geval aan het een pas op de plaats aan het doen bent. En jouw challenge is te geloven in langdurige relatie, een balans tussen geven en nemen. Je wilt een vurig iemand, iemand die gepassioneerd is, die voor jou gaat.
die de keizerin is. Want jij bent de keizer. Dat kan allemaal. Zo mooi met die kaarten. Je kunt er van alles van maken. Maar als we het gewoon algemeen nemen. Heel emotionele wonden. Zodat je weer terug in je kracht kan staan. Zo simpel is het. Want dan krijgen we de uitkomst. En dat is de 8 van Pentakels en de Hermit. Hoe zeg je dat? De Hermiet. Maagdenergie. Dat gaat over naar binnen keren. Dat gaat over het licht in jezelf vinden. Het gaat over hard werken. Werken aan jezelf. Werken aan je innerlijke wereld. We gaan even zien. Ja, dat de maand november nog steeds een helende maand zou gaan moeten zijn. Ik heb het gevoel dat we dat met velen aan het doen zijn. Zodat we 2021 fris en fruitig kunnen beginnen. Ja, de 4 van zwaarden. Rust, pauze. De page, de schildknaap van staven. Een nieuw idee, een nieuwe richting, een nieuwe passie. Op het moment dat je naar binnen keert. En de 5 van zwaarden. 5 van zwaarden is voor mij altijd de conflictvermijdende kaart. Dus het geeft mij precies aan dat je daaraan moet gaan werken. De rust en de tijd voor jezelf moet nemen om daar komaf mee te maken. En dan ga je het doen. Zodra je emotionele bagage gezuiverd hebt in water. Het kan ook zijn dat je op het werk iemand tegen gaat komen, een maagd. Even zien wat het universum nog verder te vertellen heeft. We hebben de 10 van Kelken, huppakee, daar hebben we hem. Emotioneel vervullend leven met vrienden of familie. Kinderen liefdevol en verstandig grootbrengen. Mensen die je kunt vertrouwen. Dus het komt, ik bedoel, de 10 van Kelken is een hele gelukkige kaart. Dus one big happy family idee. Met funderingen, met alles is er. Dus daar gaan we precies wel naartoe. Met de koningin van Kelken. Mooi. Luister naar je hart, intuïtieve inzichten waarop je kunt vertrouwen. Voor anderen zorgen, maar misschien ook te veel. Het is tijd om voor jezelf te zorgen. Om lief voor jezelf te zijn. Jezelf een beetje bemoederen. Komaf te maken, denk ik, met zelfoordeel. Mededogen. Lief zijn voor jezelf. Maar ook mededogenheid naar anderen toe. We zijn kritisch. Dat is gewoon. We zijn kritisch naar onszelf. Maar dan zijn we meestal ook wel heel kritisch naar anderen. En als je dat allemaal een beetje kunt laten varen. En de liefde en het licht in iedereen kunt zien. Is het leven een pak minder ingewikkeld. En een pak minder pijnlijk. Maar het advies is inderdaad wel de moed en de kracht vinden om... Deze emotionele bagage. Ja, met de Emperor krijg ik... Kan het zijn dat het over... Je ouders. Je vader. Kan zijn dat je daar nog wat... Pijn aan over hebt gehouden. Wat nog geheeld moet worden. Zodat je in je kracht kunt gaan staan. Maar met deze 2 samen is het echt wel werken aan jezelf. Dus dat is wat de maand november, maar waarschijnlijk ook nog de maand december nog voort gaat duren. En wat ik denk dat een fantastisch mooie afsluiting is van 2020. Ik denk dat we veel hebben geleerd, veel hebben meegemaakt. Dit jaar heel veel introspectie gedaan hebben. Maar het is precies nog niet gedaan.
We hebben nog steeds nog meer te zuiveren en we moeten nog dieper gaan graven. Lieve leeuwen. Ik hoop dat dit een beetje voor jullie geresoneerd heeft. Is dat zo? Laat dan eens even een berichtje achter. Like het, deel het, volg het, klik op dat belletje. En ik wens jullie een fantastische, zuiverende maand toe. En ik zeg tot snel.